Goedemiddag. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken talrijke buien over Nederland die gepaard gaan met hagel onweer en natte sneeuw, maar het wordt eventjes wat rustiger aan het begin van de avond. Laat in de avond neemt in het zuiden de kans op neerslag dan weer toe en dat zal ongetwijfeld een winterskarakter hebben. Vannacht kan er vooral in het zuiden van het land wat sneeuw vallen, misschien in het noorden een enkel winters buitje, maar op veel plaatsen is het daar ook droog. Het vriest op enkele plaatsen licht. In kustgebieden komt de temperatuur net niet onder nul. Dan morgen overdag sneeuw die in het zuiden langzaam weg gaat trekken naar Duitsland. Daar wordt het droog en klaart het op. Maar van het noorden uit neemt dan de kans op een winterse bui weer toe. Temperaturen tussen 3 en 5 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Het blijft winteren met vooral donderdag en vrijdag nog een winterse bui. Zaterdag is het op veel plaatsen droog. En dan is het overdag een graad of twee. Terwijl het kwik in de nacht steeds dieper onder nul komt. Meestal lichte, soms zelfs matige vorst. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl